Dames en heren, van harte welkom bij de presentatie van het WER-rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving. Een bijzonder welkom voor minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. U zult straks het rapport in ontvangst nemen en een eerste reactie namens de regering geven. Fijn dat u er bent. Dames en heren, het WER-rapport dat wij vandaag presenteren is een antwoord, het antwoord van de WER op een adviesverzoek van de regering. En de kern van dat verzoek is de vraag hoe wij in een democratische rechtsstaat big data optimaal kunnen inzetten ten behoeve van opsporing en surveillance en daarbij tegelijkertijd ervoor kunnen zorgen dat daaraan verbonden nadelen en risico's maximaal worden ingedampt dan wel voorkomen. En dat is een vraag van hoge actualiteitswaarde, hoeft geen toelichting, en ook een vraag die van groot belang is voor het toekomstig gebruik van big data voor deze doeleinden. Het rapport zal nu zo worden toegelicht door WER-lid professor Ernst Jos Ballin. Die zal ingaan op de hoofdlijnen van de bevindingen en de aanbevelingen. Hij zal vervolgens het rapport presenteren aan de minister, die, zoals ik al zei, een eerste reactie zal geven. Een uitgebreide reactie zal later uiteraard richting ons en het parlement worden gegeven. De minister zal snel naar de ontvangst en zijn reactie moeten vertrekken, want hij heeft een hoop andere urgente agendapunten waar hij zich naartoe moet spoeden. Maar u heeft hier in de zaal dan de gelegenheid om aansluitend vragen te stellen aan de projectgroep die het rapport heeft voorbereid, professor Ernst Jos Ballin, professor Dennis Broeders, dokter Erik Schrijvers, over het rapport en de aanbevelingen. Die gedachtenwisseling zal worden geleid door de secretaris-directeur van de WER, dokter Frans Brom. U hoeft niet alles op te schrijven wat hier gezegd wordt, want u kunt ervan verzekerd zijn dat u, als u de zaal verlaat, een exemplaar van het rapport in ontvangst kunt nemen, plus de daarbij behorende wetenschappelijke verkenning. En uiteraard komt het rapport met bijlagen ook onmiddellijk op onze website. Het woord is aan professor Ernst Jos Ballin. Hartelijk dank, voorzitter. Meneer de minister, heel fijn dat u hier bent, punctueel. Dat was natuurlijk ook goed te volgen, dat u hier punctueel zou zijn, dankzij GPS en andere informatiebronnen van big data toepassingen. Nog niet door de WRR, maar we hebben wel begrepen hoe het kan werken. We vinden het heel fijn dat u hier bent in persoon om dit rapport in ontvangst te nemen en een eerste reactie te geven. Dames en heren, het kabinet heeft ons een lastige adviesaanvraag doen toekomen. Daar zijn we ook voor, bij de WRR. En dus meld ik namens de Raad en namens de projectgroep, hier vertegenwoordigd door professor Broeders en dokter Schrijvers en de andere externe leden van de projectgroep en externe adviseurs. Veel dank, zeg ik bij deze gelegenheid ook, voor alle gesprekken die we met jullie hebben kunnen voeren. Dus hebben we met plezier aan dit rapport gewerkt. Dat geeft ons plezier om aan lastige onderwerpen te werken. U zult zich daarin kunnen verplaatsen. Het is een onderwerp dat expertise van verschillende disciplines vereist. Juridische, technische en sociaal-wetenschappelijke. En in een hoog tempo in ontwikkeling is. Maar niet alleen dat. Ook de samenleving zelf maakt ontwikkelingen door die heen en weer gaan tussen verwachtingen en zorgen en angsten. Angsten komen voor een deel voort uit het geweld dat zich manifesteert in terroristische acties. En dankzij informatie- en communicatietechnologie sneller en heftiger dan ooit in de samenleving binnendringt. Zorgen komen ook voort uit de enorme nadelen die aan de samenleving worden toegebracht door behendige manipulatie van geldstromen, waarmee fraude wordt gepleegd of toegedekt en belasting ontdoken. Mogen we verwachten dat big data aan overheid en samenleving de mogelijkheden biedt zich hiertegen beter te verweren? Verschaft big data de handhavende organen van de rechtsstaat eindelijk voldoende zicht op criminele, fraudeurs en terroristen?
Misschien moet ik hier even voor degenen onder u die wat taalgevoelig zijn uitleggen waarom ik big data in het enkelvoud gebruik. En waarom niet zeg dat big op een of andere manier grote data in meervoud iets teweeg brengen of niet. Daar hebben we over nagedacht. Zoals ook over andere onderdelen van het rapport. En geconcludeerd dat big data de roepnaam is geworden van een enkelvoudig verschijnsel dat gebruik maakt van veel data in het meervoud, maar meer omvat dan die data alleen. En dat in het Engels deze naam heeft gekregen, big data. En dus door ons maar als een enkelvoud moet worden behandeld in het rapport. Dus als u big data met twee hoofdletters ziet staan met een enkelvoud en data een zin verder in het meervoud, dan hebben we ons niet vergist. Althans daarin niet. Er wordt veel over big data geschreven en gesproken. Wat de bijzondere kenmerken ervan zijn, is niet altijd zo duidelijk. We zien als kenmerken niet alleen de omvang en de variëteit van de data, maar vooral de methode met geavanceerde algoritmen en de gerichtheid van de analyse op heden en toekomst en de wijze waarop de resultaten van die analyses worden gebruikt. Om het laatste gaat het uiteraard, bij de toepassing in de sfeer van veiligheid en rechtshandhaving. Ontschotting van de domeinen en, zoals dat heet, actionable knowledge, gericht op individuen of groepen. Als het bij big data alleen maar om een kwantitatieve toename van gegevens zou gaan, zouden we misschien snel zijn uitgepraat. Maar big data is meer dan dat de aantallen big zijn. We zien in analyse en wijze van gebruiken de belangrijke onderscheidende kenmerken van big data. Analyse en wijze van gebruiken. En de algoritmes die in die analyse, aan die analyse ten grondslag liggen. Leidt dat tot een geheel nieuw perspectief bij het overheidsoptreden in dienst van recht en veiligheid? Dat is de vraag die we hebben getracht in dit rapport te beantwoorden. De ontwikkelingen gaan snel, ook in de techniek, maar blijkens de door de Raad geantameerde verkenningen, ze verschijnen vandaag ook in een afzonderlijk boekwerk onder redactie van Bart van der Sloot, Dennis Broeders en Erik Schrijvers. En de analyses in ons rapport moeten we hooggespannen verwachtingen op het gebied van recht en veiligheid toch wel enigszins temperen. Bovendien weten we van de eerste praktische toepassingen dat geautomatiseerde analyses een goede professionele beoordeling door mensen met ervaring niet overbodig maken. Maar dat is tegelijkertijd ook een geruststelling. Dat het niet alleen maar gaat en niet alleen maar kan en mag gaan om het aan het werk zetten van geautomatiseerde processen, maar dat er professionals in de recherche, in de handhavende en opsporende diensten en daarbuiten bij nodig blijven. Het betekent dus zeker niet dat de ontwikkeling van toepassingen op het gebied van de rechtshandhaving moet worden stopgezet, maar wel dat daarvoor de goede juridische en beleidskaders nodig zijn. Big data biedt namelijk zeker belangrijke mogelijkheden en perspectieven. Het vinden van sporen van ernstige misdrijven kan enorm worden versneld. Netwerken waarin terroristische aanslagen worden voorbereid, kunnen aan de hand van suspecte bewegingen scherper in beeld worden gebracht. Frauduleuze patronen worden zichtbaar door de combinatie van gegevens uit verschillende bronnen. Maar er zijn ook risico's. Een gevoel onder de burgers overal en voortdurend in de gaten te worden gehouden, leidt tot onvrijheid. Mensen zouden zich geremd kunnen gaan voelen om hun hart te luchten of onschuldig ongewoon te zijn. Of erger nog, overheidsdiensten zouden te snel conclusies kunnen trekken uit statistische gegevens. Wanneer daarin persoonlijke eigenschappen een rol gaan spelen zoals herkomst, geloof of uiterlijk, slaat de bescherming van ons aller vrijheid in haar tegendeel om. Onze aanbevelingen betreffen daarom het goed normeren en toetsbaar maken van de analyses en het gebruik van big data. Als dat gebeurt, vermindert dat de noodzaak om steeds moeilijker te handhaven eisen te stellen aan de verzameling van gegevens, de traditionele benadering van het onderwerp. Analyse en gebruik vormen het hart van big data processen en dat mag niet oncontroleerbaar verlopen. Er moet onafhankelijk toezicht zijn op algoritmen en profielen. En dat vereist bevoegdheden, middelen en expertise van de toezichthouders.
Verder moet de positie van de burger worden versterkt. Wij adviseren vast te leggen dat de bewijslast voor de juistheid altijd bij de gegevensverwerker blijft. En dat dus niet uit het uitgevoerd zijn van een analyse met een bepaalde statistische waarschijnlijkheid een soort omkering van de bewijslast mag voortkomen. Wij adviseren dat versterking van het toezicht plaatsvindt, uitbreiding van de rechterlijke toetsing en verbetering van de positie van belangenorganisaties. En de overheid moet secuur zijn in hoe ze big data inzet. Secuur. Een zorgplicht dus. Alsmede verzekering dat big data niet alleen aan de handhaving, maar ook aan de positie van de burger ten goede komt. En horizonbepalingen voor big data projecten. Een wetenschappelijke, ook data-analytische uitdaging is bovendien om het onderscheidend vermogen, het accuraat zijn dus, van big data-analyses wat betreft de gewenste opsporingsdoeleinden steeds verder te verhogen. En daarmee tegelijkertijd de kans op ongewenste nadelen, foute bevindingen en verkeerde of discriminerende toepassingen te minimaliseren. Geen schot hagel dus met de legitimatie van big data-processen op de achtergrond, maar de precisie zoveel mogelijk verder ontwikkelen. Big data-analyses en daarmee statistische waarschijnlijkheden zullen de komende jaren een grotere rol in de besluitvorming spelen en zullen vaker sturend zijn voor interventies. In deze ontwikkeling moet worden overwogen welke foutmarges we bereid zijn te accepteren. Naarmate de gevolgen voor de burger ingrijpender zijn, moet strakker worden vastgehouden aan de eisen die aan overheidsbesluitvorming worden gesteld. Dat is ook het verschil tussen big data in het domein van rechtshandhaving en veiligheid naast in vergelijking met onschuldige commerciële toepassingen. En dat staat ook in de EU-verordening gegevensbescherming die net door het Europese parlement is aanvaard. Automatische besluitvorming, computer says no, is in elk geval niet aanvaardbaar. En evenmin een computer says yes. Ook dat is niet aanvaardbaar als het gaat om het toepassen van dwangmiddelen. Daar moeten mensen aan te pas blijven komen, professionals, uit de rechtshandhaving en de zorg voor de veiligheid. Het vertrouwen van de burgers in het werk van de overheid mag door big data niet worden ondermijnd. Ook dat is een kwestie van vertrouwen. Integendeel, duidelijk moet zijn dat de overheid in het belang van de burger nieuwe methoden en technieken hanteert. De Raad doet dus niet mee aan de gebruikelijke framing van ons onderwerp als het vinden van een balans. U heeft het ook honderden keren horen zeggen. Van een balans tussen vrijheid en veiligheid. Als de overheid een scherper actueel zicht krijgt op het doen en laten van de burgers, lijkt dat een sprong voorwaarts voor de rechtshandhaving en de openbare veiligheid. Maar wanneer door voortdurende controle de vrijheid van handelen en spreken onder druk komt te staan, betekent het dat er ook iets schort aan hun persoonlijke veiligheid jegens de overheid. En omgekeerd, wanneer de overheid tekortschiet in haar zorg voor de persoonlijke veiligheid van de burgers, bedreigt het ook hun vrijheid. Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie is naast het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens de juridische ankerplaats geworden van deze vrijheden. Artikel 6 van het handvest noemt het recht op vrijheid en veiligheid in één adem. Dat doen wij ook. Het stelt specifieke eisen aan de gegevensbescherming. En daarom hebben we ons rapport de titel gegeven Big Data in een vrije en veilige samenleving. Meneer de minister, het is een voorrecht dat ik namens de Raad nu het eerste exemplaar van het rapport aan u mag overhandigen. Dames en heren, meneer Kantneris, professor Hiers Berlin, beste Ernst, dames en heren. Laat ik beginnen met jouw Ernst, maar ook natuurlijk alle betrokkenen bij het rapport hartelijk te danken
voor het rapport. Het is een eer om bij de WER een rapport in ontvangst te mogen nemen. Mijn eerste ervaring als Kamerlid met een rapport van de WER was het uitstekende rapport over e-overheid, waar heel veel onderwerpen in werden behandeld die voor ons en voor mij toen als Kamerlid wel een eye-opener waren, hoe we om moesten gaan en welke risico's er waren aan de overheid die zich langzamerhand steeds meer digitaliseert en wat dat voor gevolgen met zich meebrengt. Ik denk eigenlijk dat ook precies toen ook het thema ook was, hoe breng je veiligheid in balans met vrijheid? Hoe zorg je ervoor dat er waarborgen zijn aan de ene kant, terwijl je optimaal gebruik moet maken van die ontwikkelingen die mogelijk zijn aan de andere kant? Inderdaad, zoals Ernst, zoals je net zei, we moeten geen nee zeggen tegen big data, maar we moeten zorgvuldig zijn met big data. Ik denk dat dat een hele belangrijke conclusie is, die ook ongetwijfeld uit dit prachtige rapport kan worden getrokken. Ik vind het bovendien heel bijzonder om het rapport zojuist overhandigd te hebben gekregen uit de handen van een ambtsvoorganger. Want dat betekent ook dat er nog leven is na het ministerschap. En dat is een geruststellende gedachte, dames en heren. Waar ik heel blij mee ben, is dat mijn aankomst gemonitord is. Want zo wist iedereen dat ik keurig op tijd zou zijn. Maar wat ik ook gezien heb, is dat er al een vooruitblik is geworpen. Op kennelijk via Big Data op de ontwikkelingen rond mijn begroting in 2017 en verder. Want het euroteken staat recht boven mijn departement. Dus ik ben heel tevreden dat ik op dat punt mij ook geen zorgen meer hoef te maken. Dames en heren, het is denk ik wel van belang dat we ons goed realiseren dat Big Data inderdaad van invloed kunnen zijn op onze veiligheid, op onze vrijheid en zelfs misschien ook wel op onze rechtsstaat. En waarom? Als we eens kijken naar een heel interessant voorval in Pennsylvania in Amerika. Daar overweegt men nu de rechter toegang te geven tot big data analyses. De dader wordt dan, is de gedachte, door het systeem gehaald. Zijn sociaal-economische achtergrond wordt daarbij bekeken. Zijn postcode, zijn opleidingsniveau en het soort vergrijp. Dat wordt allemaal geanalyseerd. En zo zou dan de rechter in staat zijn om de straf niet alleen te baseren op het vergrijp wat gepleegd is, maar ook op de te verwachten vergrijpen in de toekomst. Ik weet niet hoe het met u zit, wat u dan voelt als u zo'n ontwikkeling. Ik vind het een hele lucide ontwikkeling, moeten we zeker eens naar kijken. Maar het voelt niet helemaal lekker. En ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die dan hun wenkbrauwen wel fronsen als je dit soort dingen leest. Een samenleving waarin je dus gestraft wordt voor iets wat je mogelijkerwijs statistisch gezien gaat doen, is wel iets anders dan waar we zoals we dit tot op heden naar onze rechtsstaat kijken. En het klinkt zelfs wel zo alsof het alleen maar kan voorkomen in een boek van George Orwell, Aldous Huxley of Franz Kafka. Zonder twijfel heeft u dat allemaal tot u genomen. Maar dames en heren, zoals professor Hiesbalin ook zei, dat betekent ondanks deze zorgpunten die we met elkaar kunnen identificeren, betekent zeker niet dat we ons moeten afkeren van big data. En ik denk dat we op dat punt ook zo moeten handelen. Anders dan de boer die in 1839 toen de Arend over zijn terrein reed. De Arend was de eerste trein die reed van Amsterdam naar Haarlem en andersom. En toen zich beklaagde dat zonder enige twijfel door dit monster de melk van zijn koeien zuur zou worden. En dus tegen de trein was. Ik denk dat het goed is dat wij vaststellen dat ook de WER in dit rapport constateert dat big data ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan alle facetten van onze samenleving, maar zeker ook op het gebied van de veiligheid en de vrijheid. En ik zie dan ook in big data vele kansen. Kansen voor onze samenleving, kansen voor onze economie. En zeker ook voor de overheid om de vrijheid en de veiligheid in ons land verder te vergroten. En big data vraagt dan ook om realisme. Wat geldt voor zelfrijdende auto's en voor drones, geldt ook voor big data. Het is niet de vraag of het onderdeel zal worden van ons dagelijks leven. Het is de zekerheid dat het onderdeel zal worden van ons dagelijks leven. En dan rust vervolgens weer op ons de vraag, hoe geven wij het vorm? En juist daarom ben ik heel erg blij met dit rapport. Omdat het gedegen is, realistisch is en bruikbaar. Gedegen omdat alle relevante invalshoeken aan de orde komen. Zowel juridisch, ethisch, organisatorisch en technologisch, om een paar voorbeelden te noemen. Realistisch, omdat de WER terecht opmerkt dat de regels rond het gebruik van big data versterkt moeten worden. Zoals bijvoorbeeld belangrijke principes bij het verzamelen, zoals dataminimalisatie en doelbinding. Die kunnen bij big data in principe onder druk komen te staan. En dan is het aan ons de taak om ervoor te zorgen dat we voldoende regelgeving hebben om daar die juiste plek weer te geven. En daarnaast is het rapport bruikbaar omdat het concrete aanbevelingen bevat. En u weet hoe het werkt. Dat soort aanbevelingen moet het kabinet natuurlijk grondig en nader bestuderen.
En het oordeel van het kabinet zal ook mede afhangen van de uiteindelijke verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming, opsporing en vervolging van de EU, waar ik de afgelopen maanden als voorzitter van de JBZ-raad heel actief mee bezig ben geweest. Maar wat ik in ieder geval kan zeggen is dat het mij zeer aanspreekt dat de WRR de nadruk legt op de vergroting van de transparantie en de controleerbaarheid, het belang van menselijke tussenkomst, ik denk dat dat een heel terecht punt is, en op natuurlijk de deugdelijkheid van algoritmes. En sommige aanbevelingen kunnen misschien al op korte termijn een rol spelen, nog voordat het kabinetsstandpunt over het advies is uitgebracht. Bijvoorbeeld de proef met een broedkamer voor big data-analyses die ik onlangs in een brief aan de Tweede Kamer heb aangekondigd. Daar kunnen we al de gedachten van het rapport en de suggesties al in meenemen. En ik ga ook ervoor zorgen dat het kabinetsreactie niet alleen een reactie van het kabinet alleen is, maar dat we die een zo breed mogelijk draagvlak zullen geven. Ik heb dan ook toegezegd om de zogenaamde privacycoalitie bij ons kabinetsreactie te betrekken. En dat betekent dat we ook breder kijken dan alleen maar naar de regering zelf, maar dat we ook gaan toetsen of de belangenorganisaties die ook onder aandacht zijn gebracht in het rapport, wat die van het rapport vinden, wat hun gedachten daarover zijn. Nou, is er dan dus reden om ons zorgen te maken over de toestand van de Nederlandse rechtsstaat, zoals het in Pennsylvania misschien wel zou kunnen zijn? Ik ga dat zeker nog even navragen bij de Raad voor de Rechtspraak, maar ik vermoed dat we daar ons nog geen zorgen over hoeven te maken. En ik weet dan ook zeker dat dit rapport zijn waarde zal bewijzen, zoals dat ook in veel gevallen bij andere rapporten is gedaan. Ik ben daar dus erg blij mee. Ik hoop dat de voorspelling die hier gedaan wordt ook uitkomt. En als dat zo is, dan heeft Big Data voor mij zijn waarde weer bewezen. Dank u wel. Mag ik de auteurs van het rapport de PG naar voren vragen? Dames en heren, een rapport dat gepresenteerd wordt, een presentatie vanuit de WR en een reactie van de minister, dat kan haast niet zonder vragen uit het publiek overgaan. Daarom leek het ons een goed idee om u de gelegenheid te stellen, de auteurs van het rapport, vragen te stellen. En ik kijk dan ook rond, is er iemand die op basis van het gebodene nu een vraag aan de auteurs heeft? Mag ik verzoeken uw naam te noemen en de vraag, komt de microfoon naar u toe. Mijn naam is Michel Bravo, ik werk bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, DG Politie. De vraag die ik heb is de volgende. Het is natuurlijk wat moeilijk, ik heb het rapport nog niet gelezen, maar ik heb gehoord wat raadslid professor Heersbalin heeft gezegd over de transparantie en de controleerbaarheid en het toezicht daarop. Is het voorstelbaar, of wordt er in het rapport op ingegaan, dat je samen met maatschappelijk middenveld, dus die privacycoalitie bijvoorbeeld, gewoon samen aan de algoritmes werkt? Dus niet aan de inhoud, maar samenwerkt in plaats van weer een toezichthouder op te tuigen. Of misschien moet het en-en zijn. Kunt u daarop ingaan? Ik denk dat dat erg afhankelijk is van welke soort algoritmes en welk gebruik ervan gemaakt wordt. Ik kan me zo voorstellen dat slimheid in het ontwikkelen van algoritmes niet uitsluitend beperkt blijft tot de overheid. Om maar even realistisch te zijn. Er kunnen ook zeer geraffineerde, frauderende of criminele organisaties zijn die zich voorzien van deskundigheid op dat terrein. Dan is het waarschijnlijk beter voor de functie van gebruik van big data voor de zorg voor recht en veiligheid, als niet alles bekend is. En al helemaal niet als dat daarbij geen wederkerigheid is. Dit is even niet serieus onderdeel van het antwoord. Dus ik denk dat er van afhangt met welk doel het is. Ik kan me voorstellen dat er algoritmes zijn waarvan het prima is als die in zo'n dialoog worden ontwikkeld. Maar ik denk niet dat het voor alles geldt. En juist op het terrein van het ministerie waaraan u verbonden bent, zal dat niet altijd het geval zijn. Dank. Volgende vraag. Ga gang. Dankjewel. Mijn naam is Stuart Hania en ik ben van de beweging The Next Level Democracy.
En ik heb eigenlijk een tweetal vragen. Mogelijkerwijs dat ik natuurlijk ook het niet heb kunnen lezen, maar kunt u wat concrete voorbeelden geven? Ik zou me zo kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier wordt vervangen door het persoonlijk gezondheidsdossier. En dat we dat 20 jaar lang geneuzel over elektronisch patiëntendossier gewoon afsluiten en met iets echt nieuws beginnen. Mijn tweede vraag is, vorige week, ik ben ontzettend blij mee, is de opvolger van de WOP aangenomen door het parlement. Er zijn wel nog een paar mensen die nog wat tegenstribbelen. Daar is de WOO voor in de plaats gekomen, de wet open overheid. En wat mij nou ontzettend boeiend lijkt, is dit rapport in combinatie met de WOO, wat u daarover nu al kan vertellen. Wie mag ik? Laat ik maar even beginnen. Ik denk dat een deel van de vraag het beste door mijn collega Dennis Broeders kan worden beantwoord. Die als Rotterdamse hoogleraar goed zicht heeft op wat er in de gezondheidsdomeinen gebeurt. Nee? Okay. Erik, jij? Goed, ik zal proberen in ieder geval een zinnig beginpunt van de antwoord te geven. Ik vond uw vraag, laat ik dat even voorop stellen, eigenlijk een mooie illustratie van een manier waarop er wel interactie kan zijn tussen maatschappelijke organisaties en de manier waarop er gekeken wordt naar de aanvaardbaarheid of zelfs het belang ook van burgers bij Big Data. Dat zeggen we ook ergens in het rapport, dat het goed is als we ergens ook op het terrein van rechtshandhaving en veiligheid duidelijk maken dat er onderwerpen zijn waar de burger er iets aan kan hebben als big data toegankelijk is. Nu, en er zijn zeker ook analytische methodes waarvan het goed is als die in een zekere wederkerigheid, zoals dat ook gebeurt bij standaardvoorwaarden op grond van het burgerlijk wetboek, worden ontwikkeld en toegepast. Nu, misschien is het domein van de geneeskundige behandelingsovereenkomst daar wel een goede voor. Daar hebben we nog niet iets uitdrukkelijk over gezegd. En ik zie dat zowel onze voorzitter als onze secretaris-directeur nu inwendig trappelen om dit antwoord van mij over te nemen. Maar ik mag ze dat niet opdringen. Mag ik iets zeggen? Dennis, mag ik jou eerst het woord geven? Ik weinig zinvols te melden over het eerste deel van de kwaad. De tweede over de WOO vind ik wel een interessante, met name in het licht van waar we naar gekeken hebben. Dus met name het gebruik van big data binnen het domein van de veiligheid. Omdat je daar toch relatief vaak ziet dat onder de noemer van het is veiligheid, dus is het geheim. Zie je dat de gordijnen misschien wel sneller dichtgaan dan nodig is. Hè? Dus we roepen ook op om juist ook in dat veiligheidsdomein, juist op het moment dat je meer data gaat gebruiken, je gaat meer data gebruiken van meer burgers, dat het ook zinvol is om na te gaan denken over oké, hoe gaan we dan transparantie organiseren? We kunnen best een stapje verder doen dan we nu doen. En dat geldt ook voor allerlei samenwerkingsverbanden die er zijn, die in principe open zijn, in de zin van dat als je heel erg hard kan zoeken, dat je kan vinden dat dat open is. Maar ook daar kun je een actievere manier hanteren om te laten zien waar zijn we mee bezig, wat voor consequenties heeft dat, wat voor gebruik maken we daar van data. Plus in het veiligheidsdomein dat gebruiken we het idee van de getrapte transparantie. Niet alles wat er gebeurt in het veiligheidsdomein kun je met iedereen delen, dat moet je ook helemaal niet willen. Maar gezien het feit dat je veel meer data gaat gebruiken en dus veel meer burgers ook in dat soort analyse meeneemt, is het wel zaak dat je ergens een niveau van transparantie aanbrengt, een soort tussenlaag van transparantie, die er wel voor zorgt dat het niet alleen de organisatie zelf is die weet heeft wat er aan de gang is, maar ook bijvoorbeeld een toezichthouder die namens ons dan, dus zonder het geheim van de smid, zonder alles weg te geven wat er is, wel mee kan kijken en kan laten zien van oké, wat gebeurt hier eigenlijk. Dus in die zin, ik weet niet of het helemaal aansluit bij de vraag, maar in die zin denk ik dat er een slag te slaan is als het gaat om actieve openbaarmaking van wat er gebeurt. Korte aanvulling voor het eerste deel van uw vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is ons te blijven realiseren dat in de relatie arts-patiënt een aantal privileges van belang zijn om te zorgen dat patiënten artsen kunnen blijven vertrouwen en ook geen geneeskundemijding op ontstaat, waardoor je juist dat soort gegevens niet zomaar buiten die context kunt delen. Dus het gemak van stappen over naar een ander dossier en dan kunnen we het ook voor veiligheid gebruiken, daar zijn nog wel een paar vraagtekens bij te stellen, mocht u dat bedoelen. Mag ik u de vraag stellen? Mijn naam is Arnold Swilders, ik ben hoogleraar in informatica. En ik was geboeid door uw opmerking over het feit dat er toezicht moet komen op algoritme.
Het deed mij een moment denken aan die DJ die ooit eens gedreigd heeft met de Griekenland gedreigd heeft met de boycott van de stelling van Pythagoras. In antwoord op het feit dat de Grieken ons bedreigden. De vraag is, bedoelt u toezicht op de algoritme, dat is de rekensommen waarmee je tot een bepaald doel komt, of bedoelt u de uitkomsten van die algoritmes? En als dat zo is, dan is daar dan is het weer de vraag, zijn alle tussenresultaten ook onderwerp van studie? Want die kunnen op verboden terrein liggen en daarna kun je toch nog een legitieme conclusie bereiken. Maar dit punt lijkt me nog enige uitdieping waard, waarvan ik niet onmiddellijk vanuit mijn achtergrond zou weten hoe je toezicht zou moeten houden op algoritmes. Dat is nog reuze niet eenvoudig, lijkt mij. Dat lijkt ons ook. Dat bevestigt weer inzicht in ons gevoel dat het prettig is om lastige onderwerpen te behandelen. En wat we daarmee bedoelen is niet de accuratesse van mathematische formules of iets dergelijks. Daarvoor moeten we zijn bij deskundigen zoals u. En wat we daar wel mee bedoelen, dat is welke elementen worden opgenomen in deze berekeningsmethodieken die tot een bepaalde waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid leiden. Dus anders gezegd, de modellen die aan die algoritmes ten grondslag liggen en die ertoe leiden dat vervolgens met de keuze voor een bepaald model en na verwerking door deskundigen van uw professie, algoritmes worden losgelaten op de big data die door de overheid worden verworven of gebruikt. Dat is wat we bedoelen. En wij vinden het van belang om dat te doen, omdat een van de zorgen, ik denk wel een van de hoofdzorgen rondom big data is, dat met de schijn van betrouwbaarheid, we hebben het toch uitgerekend, en daaruit blijkt dat er hier dit aan de hand is, of dat zou kunnen gebeuren, conclusies worden getrokken die mensen treffen en die verder op het punt van de mathematiek, de berekening en dergelijke keurig in orde zijn, maar die uitgaan van een model dat op een of andere manier verkeerd is. En verkeerd kan zijn, uitgaat van bepaalde vooroordelen die betrekking hebben op groepen die relevante factoren buiten beschouwing laat, irrelevante in de beschouwingen betrekt. Dat bedoelen we met dat toezicht. Mag ik maar één zin zeggen? U mag, ja, gedrang. Ik vind de hele precieze analyse. Voordat van richtlijnen of van waaronder je toezicht houdt, hè, mag je een zekere eenvoud verwachten, wil het uitvoerbaar zijn. En dat is dan nog net niet precies eenvoudig. Nee, een van onze aanbevelingen is ook om de expertise op dit terrein van de toezichthoudende instanties, van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichting- en Veiligheidsdiensten, de voorzitter is hier aanwezig, en van de autoriteit persoonsgegevens, om daar de expertise op dit terrein te versterken. Want wij denken dat dat nodig is om te bewerkstelligen dat hun toezichthoudende taak in een tijdperk van big data effectief blijft. Ga de gang. Dank u wel. Mijn naam is Jaap van der Heerik. Ik ben hoogleraar aan de juridische faculteit in Leiden. En ik ben hoogleraar aan de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen in Leiden. En voorts voorzitter van het board of directors van Leiden Center of Data Science. Na al deze lange, zeg maar, zaken is mijn vraag eigenlijk de volgende. Nadat ik natuurlijk eerst grote waardering uitgebracht heb voor het feit dat u zich met deze materie bezig gehouden hebt. Ik hoorde eigenlijk weinig prospectief in uw verhaal. Dus mijn vraag is dit een stand van zaken verhaal met zeg maar een kleine blik naar voren? Of kijkt u ook in de toekomst, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Die computers, en daar kunnen we lang of kort over praten, die worden steeds intelligenter. Ja? En nu kunt u zeggen, wij moeten vasthouden dat de mens tenslotte beslist. Ik ben er op dit moment helemaal voor. Laat ik u eerst even mijn eigen mening geven. Toch zie ik dat er een ontwikkeling is. Heeft u zich ook met de ontwikkeling van de intelligentisering bezig gehouden in uw aanbevelingen die u in het rapport gegeven heeft? Dan nog een vraag zeg maar naar de voorzitter, professor Ernst Hesbelin. Wij hebben in een eerder stadium mogen spreken over data, zoals u zich herinnert. En daar hebben we ook gesproken over een autoriteit. Ik ben dus een zeer groot voorstander van een autoriteit die toezicht houdt, ook op die algoritme. Om even mijn collega
Smulders bij te vallen dan wel, zeg maar, van antwoorden te voorzien. Het is namelijk zo dat het onze taak is om de normen die wij als maatschappij hebben, om die ook, zeg maar, in die computerprogramma's te implementeren. Alleen wij moeten het daarover eens zijn. En het maken van normwerk, om het zo te zeggen, om het zodanig dat die computer ook in staat is om een evenwichtige afweging te maken, dat is nog ver weg. Maar aan de andere kant toch dichterbij dan u denkt. Laat ik zeggen, voor mijn toekomstvisie, dat zal nog deze eeuw gebeuren. Ik wacht uw dank antwoord wel. Graag af. Hartelijk dank om te beginnen aan mijn... Jaap, je hebt veel van je kwaliteiten genoemd, maar niet die dat je emeritus hoogleraar van Tilburg University bent. Nee, dus laat ik dat nog even... Ik dacht niet dat jij toen die dag iets anders had, zodat je mijn reden niet kon horen. Oké. Maar dank in ieder geval voor de gesprekken die eraan vooraf zijn gegaan. En dat was een van die gesprekken was ook in Tilburg, zoals de aanwezigen inmiddels hopelijk voldoende begrijpen, had betrekking op ook jouw oordeel dat een autoriteit een belangrijke en zinvolle rol heeft te spelen in het toezicht erop. Dus dat was eigenlijk een van de inspiratiebronnen voor de lijn die we gekozen hebben in onze advisering. Blijft dat zo? Dat is eigenlijk de kern van de vraag die je net stelt. Of zullen we moeten meemaken, misschien wat verder weg, misschien nadat ik mijn afscheidscollege bij mijn eremitaat heb gehouden en jij er hopelijk bij aanwezig kunt zijn. De techniek zo is, ver is voortgeschreden dat we niet meer kunnen pretenderen dat er mensen aan te pas komen. Dat weet ik niet. Dus in die zin, ik beschik niet over methode om daar met stelligheid een antwoord op te geven. Maar wij denken bij dat wat we nu kunnen overzien en ook ons bewust zijnde van de mogelijkheden die met quantum computing optreden en dergelijke. Daar zeggen we wel iets over in het rapport. Wij denken dat we niet te snel erop moeten gaan vertrouwen dat de beste algoritmes nog beter zijn dan het inzicht van een kritische professional. We denken wel dat er een soort interactie zich verder zal ontwikkelen tussen mensen die van dit steeds verder geavanceerde hulpmiddel gebruik maken en de ontwikkelingen in de techniek. En dat het ook richting zal en moet geven aan de techniek. Dus, en we zeggen dat ook op basis van andere gesprekken die we hebben gevoerd. Ook met diensten die nu in pilot situaties in de wereld van de opsporing en de handhaving met big data bezig zijn. Daar hebben we gemerkt dat het eigenlijk de beste professionals zijn die goed weten waar ze iets aan die big data analyses hebben en waar niet. En op dit terrein, dat zo ingrijpend is voor mensen, denken wij, dat staat ook in onze aanbevelingen, dat het voor de toekomst die wij kunnen overzien, dat is een beperking, voor de toekomst die wij kunnen overzien, het van belang is dat we de menselijke factor niet laten uitschakelen. Dat staat erin. Ja. Goedemiddag, ik ben Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom. Ten eerste complimenten voor meneer Hiesbalin. Het is een verademing om iemand te zien die weigert in het frame van de balans tussen privacy en veiligheid of tussen vrijheid en veiligheid te stappen. Ik zal dan ook niet met teleurstelling uiten dat de minister 4 zinnen later het alsnog deed. Mijn vraag gaat over de volgende. Ik ben heel benieuwd naar het perspectief van de Raad over het verzamelen van gegevens en de regulering daarvan. Dus het is vrij helder dat er in het rapport een aanbeveling is dat er een soort regulerend kader moet komen voor de analyse en het verwerken van de gegevens. Hoe staat de Raad ten opzichte van verzameling? Dank u wel. Wat we eigenlijk over verzamelen zeggen, we hebben een keuze gemaakt. Kijk, het zwaartepunt ligt nu bij verzamelen. Hè. Er is nu ook een nieuwe Europese ontwikkeling. Die is nu klaar.
Dus het zwaartepunt ligt daar en blijft er voor een groot deel liggen. Tegelijkertijd zien we dat het, dus in de aard van wat big data is, dat het aan alle kanten kraakt. Dus er zit gewoon een enorme spanning op. Dus we hebben heel duidelijk over nagedacht en ook een keuze gemaakt van oké, wat moeten we nou zeggen over het punt van verzamelen? Is dat nou het punt waarvan we zeggen oké, daar moeten we de wal verder opwerpen? Of moeten we ons toch ergens anders op richten? En we hebben heel duidelijk die keuze gemaakt voor het tweede. Dus kijken van oké, wat kun je nou doen op het niveau van de analyse van data en op het niveau van het gebruik van data in de praktijk om daar te mitigeren? We zeggen niet van oké, schaf het maar af. Ik bedoel, dat is ook niet aan de weer om dat te doen. Maar we hebben er wel voor gekozen om te zeggen van oké, we moeten daar echt het zwaartepunt naar verleggen. Omdat met alleen het opwerpen van wallen als het gaat om verzamelen, gaan we er niet komen. Zeker ook gezien het feit van het domein waar we naar gekeken hebben. Dus als je kijkt naar het domein van veiligheid, dus op het moment dat op een gegeven moment iets verzameld is, zijn de mogelijkheden om daarna zaken te combineren en door te analyseren, het zijn heel erg groot in het domein van de veiligheid. Dus daar ligt eigenlijk zowel in termen van de potentie voor wat big data voor veiligheidsorganisaties kan doen, als in termen van de risico's die het meeneemt voor burgers, daar liggen eigenlijk de grootste soort kansen en de risico's. Dus daarom hebben we daar eigenlijk de nadruk op gelegd. Hier op de hoek, professor Prins. Corine Prins, eveneens uit Tilburg. De rechtsstaat. Ik denk heel belangrijk voor deze thematiek, zeker in het veiligheidsdomein. Redenerend vanuit de machtenscheiding. Valt mij op dat het een van de machten, de uitvoerende macht, is die met name inzet op big data. Terwijl de twee andere machten wellicht wat minder geëquipeerd zijn om met big data aan de slag te gaan. Kortom, heel kort geformuleerd. Je kunt natuurlijk nadenken over de rechtspraak die big data inzet om al een voorschot te nemen op de toekomst van een potentiële misdadiger. Maar de inzet van big data in de rechterlijke macht kan natuurlijk ook dienstbaar zijn aan de rol van de rechtspraak in juist de scheiding van de drie machten en de verhouding tussen de drie machten. Mijn vraag is of de WER juist vanuit de rechtsstaat redenerend in het veiligheidsdomein, waar de machtenscheiding zo cruciaal is, iets ziet aan een disbalans, noem ik het maar, tussen de verschillende machten die big data inzetten om hun rol daar waar te maken. Heel fijn. Zo'n uitdagende vraag te krijgen van een collega die bovendien oud-lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is. Die machtenscheiding, dat is natuurlijk een gecompliceerd onderwerp, maar dat hoef ik mijn collega niet te zeggen. Dat is een inzicht dat we delen. En het is onder andere zo gecompliceerd omdat uit een oogpunt van informatie de bronnen waaruit geput kan worden in de wetgeving, in het bestuur en in de rechtspraak niet vanzelf dezelfde zijn. Dat was ook eigenlijk het kernpunt van de vraag. Juist omdat het zo moeilijk is om de organieke driedeling te transplanteren op elk staatsbestel dat hiermee te maken heeft, het Nederlandse bijvoorbeeld, of dat van onze buurlanden in Europa, vind ik erg verhelderend. En dat mag ik misschien ook met het gezelschap hier delen. Een andere driedeling die in het kielzog van het denken over de machtenscheiding door een Amerikaanse collega, Daniel Halberstam, is voorgesteld. En dat is voice, rights en expertise. En als je die driedeling hanteert, dan wordt er iets zichtbaar van het belang van goed zicht op feitelijkheden, op ontwikkelingen, op waarschijnlijkheden en onwaarschijnlijkheden en de manier waarop die kunnen worden ingezet. Voice betekent dat burgers stem in het kapittel hebben bij het maken van wetgeving op dit terrein. En wetgeving moet berusten op goede informatievoorziening en goede advisering. En dat kan niet alleen maar van adviesorganen komen, dat moet ook door de overheid en door onderzoeksinstellingen en dergelijke worden gedaan. En het is evident dat daarin, ook op het terrein van de veiligheid, een beter inzicht mogelijk is. Maar ik heb de neiging om te zeggen hard nodig is, als je ziet hoeveel discrepantie er is tussen reële, reëel aanwezige veiligheidsrisico's en onveiligheidssituaties en de percepties ervan zoals die in het
in de discours, de discussie over wetgeving binnenkomen. Dus er is zeker reden om dat te doen. Al op het terrein van de voice, van de stem die burgers hebben. Die kan ook een veel beter geïnformeerde stem zijn als het gaat om veiligheid, onveiligheid, fraude en betrouwbaarheid enzovoort. Als het gaat om de rights, daar schrijven we uitdrukkelijk over. Over het eerste wat ik net noemde is wel, denk ik, niet zoveel te vinden. Misschien in de voorstudies, maar in het rapport zelf is over de rights heel veel te vinden. Inclusief het belang dat ook burgers zich beter toegerust kunnen vinden op dit terrein door de beschikbaarheid van Big Data. En ook doordat er transparantie komt. Ik herinner aan het antwoord dat net gegeven werd op een van de eerdere vragen. Wat er eigenlijk gebeurt op dit terrein. En dan die expertise. Dat is eigenlijk het eigene in een moderne staat van de overheidsorganisatie. Bijvoorbeeld op het gebied van de handhaving, van de zorg voor de veiligheid, voor het bestrijden van fraude en terrorisme en dergelijke meer. En dat is natuurlijk het hart van ons rapport. Dus ik denk dat als we van het denken in termen van verschillende stukjes staatsbestel de stap doen naar vice, rights en expertise, dat dan in ieder geval voor rights en expertise er veel in ons rapport en in de voorstudies te vinden is. En op het gebied van de voice, dus het deelnemen aan de democratische besluitvorming, misschien niet in het rapport zelf expliciet, maar het feit dat de wetgeving wordt, er over de wetgeving, ten behoeve van de wetgeving, wordt geadviseerd door de Raad. Dat is een van onze taken. Ik kijk even naar onze voorzitter of ik niks verkeerd zeg. Dat er over wetgeving, bijvoorbeeld deze, wordt geadviseerd, betekent dat ook daar big data ontwikkelingen een rol spelen. Dus mijn antwoord is, met deze toelichting en met dit onderscheid in drieën, een volmondig ja. Goedemiddag, mijn naam is Corrie Ebbers. Ik ben werkzaam als privacyjurist en met name in de publieke sector. En ik heb een vraag die je ziet op de bevoegdheid. Want de inzet van nieuwe technologie om gedrag van mensen op te sporen, is in de strafrechtelijke sfeer, is die bevoegdheid geregeld. En als het niet beschreven is, en ook het toezicht op het uitoefenen van die bevoegdheid. Maar dezelfde technologie wordt in de bestuursrechtelijke toezicht en handhavingssfeer ook gebruikt. En er is eigenlijk in de bestuursrechtelijke sfeer is er geen houvast of die bevoegdheid of die technologie toegepast mag worden. En op welke manier en hoe toezicht geregeld is. Dus ik ben heel benieuwd of u in het rapport hier aandacht aan besteedt. Daar valt meer over te zeggen dan in het rapport staat. Laat ik dat even in alle bescheidenheid voorop stellen. Maar ik denk dat de uitgangspunten voor het onderscheid dat u zeer terecht maakt, dat die wel degelijk in het rapport te vinden zijn. Eigenlijk op twee manieren. In het hoofdstuk dat gaat over de juridische kaders vindt u terug een verschil in juridische kaders tussen het domein van de strafvordering en dat van andere vervulling van andere overheidsfuncties. Dat valt niet samen met het onderscheid tussen het werkterrein van de algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn voor gegevensbescherming op het terrein van justitie en politie. Het valt er niet mee samen, maar dat is als, ja, het is een soort, je zou het in zekere zin als een driedeling kunnen aanbrengen. En al naar gelang de algemene kaders is er iets een verschil te maken. Het wetboek van strafvordering geeft heel specifieke regels op dit terrein. Heeft één specifieke regeling voor het construeren van nieuwe persoonsgegevens uit bestaande. Namelijk met betrekking tot de DNA, bevolkings, de verwantschapsonderzoek, DNA-verwantschapsonderzoek. En dan komt er eigenlijk een nieuw persoonsgegevens uit oude tevoorschijn. Dat is precies en strikt geregeld op het gebied van de strafvordering. Er zijn ook andere mogelijkheden die zich aandienen op dat terrein. En omdat de strafrechtelijke sancties toch nog steeds in het algemeen ingrijpender zijn dan bestuursrechtelijke sancties, ligt de drempel, dat schrijven we ook in ons rapport, in de aanbeveling, staat er uitdrukkelijk, ligt daar de drempel hoger. Maar het is niet een één op één naar gelang van de rechtsgebieden. En ook op het gebied van het bestuursrecht, het tweede terrein dat u noemt, geldt
volop wat wij in ons rapport schrijven. Namelijk dat er niet een soort situatie van omkering van de bewijslast mag zijn. Dat er niet een situatie mag zijn dat er geen mensen meer aan te pas komen. En dat je weerloos bent ten opzichte van de vooroordelen die mogelijk in big data analyses zijn ingeslopen. Dus schakering ja, een zwart-wit situatie nee. Mag ik daar nog één schakering aan toevoegen? Ja, ga je. Eén schakering binnen het domein van politie en justitie zelf. Dus we maken ook een onderscheid tussen strafrechtelijk onderzoek, wat uiteindelijk naar een rechter komt, wat strikt ingekaderd is en wat daar wel en niet aan bewijsvoering moet komen. Tegelijkertijd zie je dat het gebruik van big data eigenlijk ook steeds vaker gebruikt wordt in vooronderzoeken, in sturingsinformatie, in surveillance. Dus je ziet eigenlijk dat het gebruik van dit soort datasystemen ook migreert naar die velden van binnen het binnen de justitie en politieketen, die eigenlijk veel minder gereguleerd zijn dan dat strak gereguleerde normen die uit een proces voortkomen. Dus daar zien we ook een ontwikkeling die misschien parallel is aan die u omschrijft, die ons ook zorgen baart. Vincent Beuren namens Stichting Privacy First. In het verleden was ik ook betrokken bij het WR-rapport e-overheid. Ik heb een vraag met betrekking tot vooral het privacyrechtelijke perspectief. Big data staat eigenlijk per definitie op gespannen voet met een van de klassieke uitgangspunten van het privacyrecht. Een van de klassieke beginselen, namelijk het doelbindingsbeginsel. Afgelopen vrijdag was er een jubileumcongres van de commissie Meijers. En daar werden onder andere zorgen geuit over het feit dat de doelbinding in de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming, dus de nieuwe Europese dataprotectieverordening, eigenlijk heel erg wordt uitgehold. In de private sfeer raakt het erg verzwakt, het doelbindingsbeginsel. En in de publieke sfeer, dus wat de overheid betreft, wordt het eigenlijk bijna afgeschaft. Wordt daar ook aandacht aan besteed in dit nieuwe WR-rapport? Werd bijvoorbeeld ook bij het jubileumcongres opgemerkt door de European Data Protection Supervisor dat wellicht die nieuwe Europese dataprotectieverordening op het punt van de doelbinding in strijd zou kunnen blijken te zijn met het Europese grondrechtenhandvest. Dus dit zijn toch zorgen die niet alleen door Privacy First wel eens worden geuit en anderen in het publiek, in het maatschappelijk middenveld, maar ook door andere maatschappelijke organisaties van enige statuur. Dank u zeer. Ja, de doelbinding, dat schrijven we ook in ons rapport. De doelbinding kan niet opzij worden gezet. Dat volgt ook uit het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dat neemt niet weg dat de beperkingsclausules ook van toepassing zijn volgens het handvest. En dat heeft er ook naar het huidige recht toe geleid dat er onderzoek in het domein waarover wij hebben gerapporteerd ook gebruik kan worden gemaakt als daartoe een aanleiding bestaat, als aan de wettelijke eisen daarvoor is voldaan, van met een ander doel verzamelde gegevens. Dat is natuurlijk ook de relativering van de feitelijke werking van die doelbinding waar u terecht op wijst. Dat schrijven we ook. Dat is een van de redenen waarom wij in onze aanbevelingen onderstrepen dat er iets bij moet komen. En dat is de toetsbaarheid, met een rol voor de toezichthoudende instanties, een passende vorm van transparantie, we hebben daar eerder over gehad vanmiddag, ten aanzien van de analyses die er worden uitgevoerd en van het gebruik dat ervan wordt gemaakt. En wij zeggen ook in onze aanbevelingen dat alleen dat als dat niet gebeurt, dat het dan ook een reden zou zijn om strakker weer in te zetten of te blijven inzetten op het vereisten van de doelbinding. Dus we onderkennen de realiteit waar u ook op wijst van een verminderde betekenis in big data context van de doelbinding. Maar we stellen daar iets tegenover dat naar ons inzicht zinvolle ontwikkelingen niet blokkeert, maar ze wel inkadert. Goedemiddag, mijn naam is André Zwitter. Ik ben hoogleraar voor internationale betrekkingen ethiek in Groningen. Ik heb een vraag. Het gaat bij big data altijd om de analyse en de actie die eruit volgt. En bij policing gaat het bij predictive policing dan ook in vroege naar preventive policing. Mijn vraag gaat nu in de richting, big data wordt niet alleen maar ervoor gebruikt om bewijs te voeren, om bepaalde inzichten te krijgen, maar ook om daardoor ook bepaalde acties te nemen. En daar heb ik natuurlijk nu een vraag over de onderwerp big nudging.
namelijk de invloedname op de maatschappij of op enkele groepen binnen de maatschappij door de inzichten met of zonder hun weten en in hoeverre jullie rapport daarop ingaat. Dank u. Dank u voor uw vraag. Ja, daar gaan we wel op in. Zeg maar. Dus de adviesaanvraag zoals we hem gekregen hebben, zet eigenlijk heel erg zeg maar, dus big data, privacy en veiligheid op een rij. We hebben met name in het hoofdstuk wat gaat zeg maar, over de kansen, maar ook de risico's en de beperkingen, hebben we heel erg ingezet om dat rijtje te verbreden. Omdat er natuurlijk veel meer is dan alleen maar de privacy aspecten ervan. Hè. Dus je hebt ook juist in het domein van de veiligheid heb je nou ja, op de lange termijn zelfs het risico van chilling effects, maar ook gewoon een reproductie van bias die in bepaalde datasets zit, een overbelichting van bepaalde delen van de samenleving ten opzichte van andere delen van de samenleving. En dat zijn allemaal zaken die, als je niet goed oplet en ook niet goed weet wat voor data je gebruikt en op welke manier ze wegen en op welke manier ze inbrengt, nudging effecten heeft, of in ieder geval nudging effecten heeft, repercussies heeft voor mensen in de samenleving, door de vertaling van een algoritme, van een analyseprogramma heen, die heel serieus kunnen zijn op de lange termijn. Dus we hebben daar zeker aandacht voor. Het is een van de redenen waarom we ook heel erg inzetten om toch proberen, het zij getrapt via toezicht, een vinger achter de deur te krijgen als het gaat om die analysefase zelf. Dus wat gaat daarin, wat voor soort data, wat voor soort algoritme, wat weeg je op welke manier, wat neem je mee op welke manier. Juist ook om dit soort effecten in kaart te brengen en daarvoor vroegtijdig ook op te counteren. Zeg maar. Tussen het voortschrijden van de tijd en het aflopen van deze bijeenkomst zit een menselijke beslisser, dat ben ik. Ik sta nog twee vragen toe en dan gaan we naar een afronding en dan kunt u verder discussiëren bij koffie. Hallo, ik ben Sander Klaus. Ik ben hoogleraar Big Data aan de Universiteit van Amsterdam. De discussie gaat heel veel over privacy en terecht denk ik ook. Maar er zijn ook een aantal andere maatschappelijke thema's die heel erg worden geraakt door Big Data. Hè. Denk aan de invloed op werkgelegenheid, verdeling van welvaart, machtsverhoudingen, antitrust. Kunt u misschien iets meer vertellen over de visie van de WRR op die onderwerpen? Lekker afsluiten. Wie mag ik voor jullie het woord geven? Erik. Ja, daar kan ik, vrees ik, allereerst dank. Je hebt ook een mooi stuk geschreven. Wij zijn eigenlijk alleen maar, we schrijven hier wel kort over. We hebben kort naar het private domein ook gekeken. Omdat daar natuurlijk heel veel over geschreven wordt. En daar zijn dezelfde soort kansen liggen daar als in het overheidsdomein. En dan doe ik vooral op het soort vergroten van operationele efficiëntie. Gewoon om allerlei processen sneller te laten lopen. Dat is natuurlijk iets wat je in het veiligheidsdomein ook heel sterk terugziet. En waar ook allerlei experimenten oplopen om dingen sneller te laten lopen. Inspecties gerichter te maken. Hogere en snellere resultaten te bereiken. Dus daar zitten een aantal parallellen. Maar we hebben ons ook echt in de advies beperkt toch wel tot het veiligheidsdomein, ook omdat veiligheid zo prominent in die adviesaanvraag stond. Dus het spijt me dat ik daar niet meer over kan vertellen. Misschien in een volgend project, maar het heeft. Ik wil iets. Nou, kijk, het punt van de machtsverhouding hebben we natuurlijk wel. Hebben we wel een hele prominente plek in het rapport gegeven, juist omdat er. Omdat je ziet, en daar zit natuurlijk wel een hele sterke parallel met het bedrijfsleven, omdat je ziet dat ook de overheid steeds meer weet over haar burgers. Terwijl burgers daar zelf eigenlijk en niet goed weten welke data er nou verzameld zijn. En vervolgens ook niet, en misschien nog zelfs nog wat minder, wat daar precies mee gebeurt en welke rol dat in de besluitvorming speelt. Dus het overgrote deel van de aanbevelingen is er ook op gericht om dat proces meer inzichtelijk te maken. Dus daar gaan de eisen van meer transparantie over het vergroten van mogelijkheden om daar ook via de rechter meer inzicht te krijgen. Dat zit eigenlijk allemaal op die groeiende machtsongelijkheid tussen overheid en burger, die door die toegenomen mogelijkheden om data te verzamelen, ze intelligent te bewerken en ook te gebruiken zijn ontstaan. Laatste vraag. Dank u wel dat ik twee keer een vraag mag stellen. Ik wil graag aansluiten op die mevrouw. Die had het over de verdeling van machten. En ik had sterk de indruk dat het heel erg een antwoord was over de trias politica, de drie machten. Maar we hebben zes machten waar de burgers mee te maken hebben.
En dat is de vierde macht, het ambtenarenapparaat. Die zijn hier natuurlijk volop aanwezig. We hebben nog een macht, dat is de communicatie en media. En we hebben nog een macht, dat zijn de multinationals. En dan heb ik het nog maar even niet over alles rondom Panama en al die dingen meer. Mijn vraag is, staat er iets in het rapport ook over big data, wat in die andere drie machten natuurlijk al lang bekend is, voordat het ook maar ergens op de burelen van dit dorp Den Haag terecht zijn gekomen? Oftewel, gaat u ook buiten uw eigen veld van de trias politica? Ja, misschien het beste om dan toch nog iets in aanvulling op het antwoord aan Corien Prins te zeggen. Als het gaat om machten, hoeveel machten tellen we? Aan mijn studenten probeer ik uit te leggen dat het maar is hoe je ze telt. Dus dat we kunnen tot 3 tellen. Er zijn goede redenen om tot 4 of tot 5 te tellen of tot 6. Die zesde macht die u net noemde van de multinationals en de technieken die ook door hen kunnen worden gebruikt, die komt op een bepaalde manier zeker aan de orde in ons rapport. Dat is een reden trouwens ook waarom ik geloof in antwoord op de eerste vraag vanmiddag zei. Je kunt ook niet als overheid bij alles wat je doet met toepassing van big data ter verbetering van de rechtshandhaving in de kaart laten kijken. Want dan gebeurt precies waartegen, neem ik aan, u ook zich wilt keren. Namelijk dat er dan andere methoden voor het frauderen ten aanzien van de publieke belangen worden ontwikkeld dan er al zijn. Dus in die zin zijn we zeker realistisch in ons rapport. We hebben ook onderkend, al was dat niet een deel van de adviesaanvragen, dat er ook onveiligheid kan voortkomen uit het gebruik van nieuwe technieken door de tegenkrachten, door de vijanden van recht en veiligheid en vrijheid. En een van de dingen die ons ook duidelijk is geworden bij het werk aan dit rapport is dat het een element is in de advisering door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over ontwikkelingen van techniek, technologie in verband met data, waar eerdere rapporten door onze voorgangers over zijn geschreven, waar Dennis ook bij ook een zeer groot aandeel in heeft gehad. Ik herinner aan het rapport dat vorig jaar is uitgebracht. En wij hebben eigenlijk het vermoeden dat we met de problematiek van technologie en recht en vrijheid bezig zullen moeten blijven. Maar we hopen wel dat we hiermee een bouwsteen hebben gelegd voor daar waar kaders moeten zijn. Kaders voor het gebruik van deze indrukwekkende, fascinerende en misschien soms ook verleidende technologieën in de context van een samenleving die zich door recht en vrijheid wil laten leiden. Maar dat perfectie op dit punt nog voor de overheid, nog voor anderen mogelijk is, hebben we ook vanmiddag weer ervaren, als ik dat nog ter afsluiting mag zeggen, Frans. Want we hebben geprobeerd tevoren een beetje een inschatting te maken aan de hand van een soort amateuristische big data analyse. Welke vragen we te verwachten zouden hebben in een matching van kennis van het onderwerp, kennis van uw beleidsterrein en de lijst van aanwezigen. En ik moet toegeven dat de poging om de vragen die vanmiddag zouden worden gesteld betrouwbaar te voorspellen, jammerlijk is mislukt. We zijn niet preemptief geweest. Dennis of Erik, nog iets toe te voegen aan de antwoorden? Als dat niet het geval is, dank ik u allen voor uw aanwezigheid. Er is bij het vertrekken voor u een boek. Mochten we onverhoopt toch iets minder boeken hebben dan aanwezigen, maar ik geloof niet dat het geval is, dan schrijven we graag uw naam op en krijgt u het toegestuurd. Wilt u voor u weggaat uw badge inleveren, zodat we die kunnen hergebruiken? Dat is vanuit duurzaamheidsperspectief geen slecht idee. En er is nog gelegenheid om met elkaar na te discussiëren en met de auteurs, zodat we het onderwerp niet meteen uit ons hoofd laten gaan. Ik dank u voor uw aanwezigheid en tot de volgende keer.